Welkom bij Jong Amsterdam TV. Ik ben Soufiane. Ik ben Kari. En vandaag gaan we het hebben over sport en bewegen en gezondheid. Mama lachte toen niet meer, maar nu lacht ze altijd. Ik wil niet weten wie je bent, maar je weet van mij. Je kan halen wie je wil, maar er is geen partij. Er is geen partij. Zoveel gezien, zo vaak verraden, ik voel het niet meer. Wat is jouw lievelingssport en waarom? Voetbal is de mooiste sport ter wereld. Voetballen, omdat ik het vanaf jongs af al, al heb gedaan. Mijn favoriete sport is hockey. Ik hockey zelf ook. Gewoon omdat ik vind het erg leuk. Is het toch iets anders dan voetbal? Ik ben een fanatiek beachvolleyballer en een volleyballer. Zand bijvoorbeeld heel fijn, heel lekker. En echt een teamsport. Mijn lievelingssport zo. Ik doe nu fitness, maar dat is niet mijn lievelingssport. Ik vind turnen heel leuk. Vind je sport belangrijk? Ik vind dat belangrijk. En waarom wel en waarom niet? Omdat het goed is voor je, ja, gewoon gezondheid en dat soort dingen. Daardoor is sport belangrijk. Zeker, ik merk nu wel, nu is het natuurlijk winterstop, hè? Daar heb je er ook wel last van gehad. En ik merk wel dat als je net op leeftijd komt, dan word je ook een stuk dikker als je niet sport en niet beweegt. Dus ik merk het wel, ja, en ook zeker conditioneel. En ik mis het ook gewoon, leuk om te sporten. En dat is omdat het je fit houdt en beweging is goed voor je. Het is zeker belangrijk, je moet gewoon blijven bewegen. En wat is uw idool? Mijn sportidool, zo, dat is wel een hele moeilijke. Ik weet niet of ik een sportidool heb. Ik vind tennister Serena Williams heel tof. Oeh, daar vraag je me wat. Ik denk wel Taco Takema, ja, dat is een goede hockeyer van vroeger. Steven Gerrard. Ja, idool heb ik niet echt. Nee. Nee, ik vind het altijd wel interessant om die Russische volleyballers bijvoorbeeld te zien. Dat zijn kerels van 2,20 meter ongeveer. En die kunnen wel volleyballen. Vaak sport jij per week? Niet. Ja, één keer. Eén keer of twee keer. Eén keer per week. En wat eet u voor het sporten? Voor het sporten, zo. Dat hangt er een beetje vanaf wanneer ik ga sporten. Als ik s'avonds ga sporten, eet ik niet zo heel veel. Dan eet ik na het sporten. Maar vaak een appel of een banaan of zo. Veel water drinken.